Schiphol groeit sneller dan verwacht. Zo snel zelfs dat afspraken over de maximale grens van het aantal vluchten al snel wordt bereikt. Volgens staatssecretaris Dijksma mag Schiphol verder groeien als daarover afspraken vallen te maken met omwonenden. Nog dit jaar zal er een besluit moeten worden genomen over het aantal nachtvluchten. Bewoners vinden dat regels al langer geschonden worden. In de Kamer ligt het erg gevoelig. De Aziaten zijn ons voorbij aan het gaan. Ook de Turken zijn ons een deel van de hubfunctie af en pakken. Maar ook de kamelenlanden die groeien maar als ze eten. En wij belemmeren Schiphol. We moeten Schiphol laten groeien. We denken ook zeker aan de omwonenden. Maar we moeten ook aan het nationaal belang denken. En het is gewoon van belang voor de BV Nederland. Het is fantastisch dat we Schiphol hebben, dat er gevlogen wordt. Maar we hebben ook ontzettend veel honderdduizenden mensen in dat gebied werken. Met wonen en werken, met kleine kinderen, de mensen die hun nachtrust moeten hebben. Zo moet je ook gewoon met respect mee omgaan. Nou, er zijn afspraken gemaakt rond die nachtvluchten. Die afspraken gelden allemaal tot 2020. Laten we die nou gewoon netjes met elkaar nakomen. En dan kijken we dan weer verder. Binnen de Omgevingsraad is ook zelf gezegd van er mag nog groei zitten in het aantal nachtvluchten. Dat is ook afgesproken met die Omgevingsraad, maar wel onder hele strikte voorwaarden. Nou, ik begrijp dat daar nu toch een kink in de kabel zit en dat er een probleem is. Dus we hebben de staatssecretaris gezegd, ja, wat is dan nu het probleem en welke rol hebben wij daar als Kamer nu in? Want uiteindelijk bepaalt de Kamer natuurlijk. Dus die antwoorden wachten even af en daarna kijken we, want het is wel een hele gevoelige kwestie.